We staan hier op de markt in Castricum en we vragen de mensen of ze bang zijn voor vrijdag de 13e. Ben jij bijgelovig in vrijdag de 13e? Absoluut niet. Nee, daar geloof ik niet in. Zwarte katers onder ladders doorlopen, daar ben ik niet van. Dus daar geloof ik niks van die vrijdag de 13e. Mevrouw, wat vindt u van vrijdag de 13e? Nou, dat is gewoon een mooie vrijdag met zonnig weer. En verder niks. Moet ik daar wat anders van vinden dan? Nee, toch? U bent dus niet bijgelovig? Nee, want dan had ik niet gewerkt vandaag. Of jij in vrijdag de 13e, of gelooft je vader daarin? Nou, Lieke, zijn wij bang voor vrijdag de 13e? Dat we dan ongeluk hebben? We hebben nooit ongeluk, hè? We hebben juist een hele leuke vrijdag, hè? We zijn nog niet gevallen. Dames, wat vinden jullie van vrijdag de 13e? Heb ik een ontzettende hekel aan. Echt, ik ontwijk alles nadat ik in het verkeer moet. Het is niet mijn dag. En bij u? Nou ja, het is gewoon een vrijdag voor mij. Het is alle vrijdagen. Ik heb daar... Ik ben heel bijgelovig. Zij wel. Ik ben heel bijgelovig. Dus het is niet mijn dag. Nou, ik heb daar geen moeite mee. En ik denk, nou, komt gewoon een goede dag, wordt het. Het is vrijdag de 13e vandaag. Gelooft u daarin? Nee, ik geloof daar niet in. Nee. Maar wat vindt u dan? Dat de mensen daar dat steeds over de vrijdag de 13e hebben? Het is voor mij gewoon vrijdag de 13e. En voor de rest heeft het geen betekenis. Het is vandaag vrijdag de 13e. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, het doet mij niks. Nee, ik geloof daar niet in. Nee, ik geloof daar niet in. In dat ongelukgetal. Dus jij gaat hier in alle goede gemoed over de markt? Ja, zeker. Ik ga zelfs vannacht vliegen. Maar ja, dat is morgenochtend vroeg. Dus dan lopen we geen risico. Van u weten hoe u denkt over vrijdag de 13e. Ja, vrijdag de 13e. Ik denk persoonlijk dat het... waar geloof je in? Is het een ongeluksgetal of geluksgetal? Maar ik denk dat het een geluksdag is. En waarom denkt u dat? Omdat ik daarin geloof. Liever positief dan negatief, toch? Maar er moet toch ergens een grond zijn van een geloof? Ervaring, denk ik. Ik heb niet echt heel veel ervaring met de vrijdag de 13e. Er is niks ergs gebeurd of ook niet echt iets bijzonders mooi. Maar ik heb toch liever dat ik geloof dat het wel een geluksdag is. Ja. Wat denk jij van vrijdag de 13e? Nou, ik denk ook dat het een geluksdag is. We willen weten hoe de mensen denken over vrijdag de 13e. Ja. Nou ja, vrijdag de 13e, dat zegt iedereen waarschijnlijk wel. Dat is een ongeluksgedag. Maar ik geloof daar niet zo in. Dus het is gewoon ook een mooie dag. Zoals elke vrijdag dat is. Want dat is een dag zo vlak voor het weekend. Dus dan hebben de mensen al een beetje het weekend in hun hoofd. Vrijdag de 13e, gelooft u daarin? Nee. Nee, daar geloof ik niet in. En waarom niet? Dat is een hele goede vraag. Omdat ik geen ongeluk heb op vrijdag de 13e. Dat is me nog nooit gebeurd, dus daarom geloof ik er niet in. Dus u vindt het eigenlijk een nonsensverhaal? Ja. Ja. Ja, maar iedereen moet vooral geloven wat hij wil, hoor. Ik dank u wel. Goed, dag.